En ik dacht, ja, waarom niet? Ik heb die foto toch. Ik zit niet meer bij de politie, geheimhouding bestaat niet meer. Ik had mijn meldingen nog aanstaan op mijn telefoon en zeg... No way! In welke dingen zie je je moeder terug in jezelf? Ja, sorry. Welkom bij MTV Flashback, de show waar ik samen met mijn gasten terugblik op het verleden. En vandaag doe ik dat met de vrouw die als model werd ontdekt terwijl ze aan het werk was als politieagente, die inmiddels uitgegroeid is tot content creator en Nederlands populairste fitgirl is. Het is Nosli. Hi. Hallo. We gaan kijken naar allemaal oude foto's van jou die in deze prachtige tv zitten. Lekker oldschool. Lekker oldschool, toch? Dus laten we beginnen met een fotootje van jou. Als klein meisje. Ja. Samen met je broertje is dit, hè? Ja, klopt. Mijn moeder die gaf hem altijd aan mij als hij aan het janken was. Dus dan mocht ik het oplossen, dan was hij stil. Nice. Hoeveel jaar schelen jullie? 2 jaar. Ja, 2 jaartjes. Dus ik werd mama 2, soort van. Ja, dan ben je nog net bewust genoeg om een soort van grote zusgevoelens te hebben. Ja, ja, zeker. Hoe was jij als klein meisje? Ik was echt een dondersteen. Ik deed alles wat niet mocht, zeg maar. Mm. Bijvoorbeeld gingen we naar de HEMA, heel random met mijn vader. En ik verstopte me in een kledingrek. Uur, 2 uur lang gezocht. En gewoon niemand kon mij vinden en ik zat daar gewoon lekker zo. Ik ben verstopt. Dat is niet. Weet je, dat soort dingen, zeg maar, waar je ouders echt gek van worden, zeg maar, dat deed ik. Dat deed jij. Ja. Laten we eventjes een stapje verder in de tijd. Oh jee. Dan was ik 13 of zo, 12. 13 jaar. Jij bent een beetje volgens mij op de middelbare school terechtgekomen in de tijd dat internet en dat je dat thuis had en zo echt een ding werd. Ja, maar wel laat nog hoor. Want ik had echt, je kreeg wel smartphones op een gegeven moment dat ik op de middelbare zat. Alleen daarvoor had ik toch echt zo'n vierkant Nokia ding, zeg maar, weet je Love wel. Love it. Snapchat had je volgens mij als eerste. Ja, en het was daarvoor nog een soort van MSN'en. Oh ja, MSN. Met elkaar. Oh my god. En dan die hele titels maken. Ja. Was jij een kind dat heel veel aan het MSN'en was? Ja, altijd. Ik was gewoon constant online. En dan ging ik douchen en dan stond er douchen. En dan stond dan de hele dag. Stom. Echt heel stom. Het is belangrijk dat je vrienden weten dat je aan het douchen bent. Zo heb ik letterlijk mijn vriend een beetje... Ja, hij heeft mij aan de haak geslagen, maar dat was letterlijk, mag ik MSN? No way! Is dat echt zo gegaan? Ja, op het strand was dat. Heel random. Had ik een ander vriendje, maar goed. In ieder geval, MSN was gewoon een soort van Snapchat van nu of zo, toch? Ja, 100%. Kind of. De middelbare school was voor jou niet altijd een makkelijke periode. Je bent gepest op de middelbare school. Je had het thuis ook niet even makkelijk. Je woonde samen met je moeder, je broertje en je stiefvader, waar je best wel mee struggelde. Mm. Wat was het waardoor jullie zo botsten in die tijd? Thuis was het vooral, denk ik, omdat ik het oudere kind was, zeg maar. En ik wou alles doen, maar ik mocht niks. Hm. Dus dan ga je overal tegenin. Nou ja, hij was niet mijn vader. Dus ik had zoiets van, let's go. Weet je wel? Ja, ik weet niet. Als je zo jong bent, dan is dat toch een ding dat je denkt van, ja, fuck jou. Wat kom je doen in mijn huis? Hm. Weet je, en nu gaan we nog steeds met elkaar om en zo, weet je wel. Maar ik ben nu volwassen, dus ik kan daarmee omgaan. En dat is ook helemaal niet erg. Hij heeft me gewoon opgevoed en that's fine. Maar ja, als je zo jong bent, dan heb je echt zoiets van, wat kom je doen? Dus dat was het met thuis in ieder geval. En op de middelbare school was dat, toen deed ik VMBO-T in de eerste 2, 3 jaar of zo. Ik weet niet waar ze het vandaan hebben gehaald, maar ik was een heks. Omdat ik een heel klein bolletje op mijn neus had, zeg maar. Kijk, nu, ik ben er echt ingegroeid, dus je ziet het bijna niet meer. Ja, nee. Maar goed, kinderen moeten altijd iets hebben, dus wat was ik? Ik was de heks van de school en dat ging heel ver. Echt heel ver. Echt. En hoe ver ging dat dan? Ja, met alles. Dat letterlijk een hele klas van 20 man tegen je is, weet je wel. Een heks naar je huis willen sturen met Halloween, want dat is grappig. Bijnamen, buitengesloten worden, ja, wat niet eigenlijk, weet je wel. Het is op een gegeven moment zo ver gegaan dat ze me 1 keer wouden slaan, want dat was dan tof, weet je wel. Kinderen van die leeftijd die doen van die idiote dingen. Ja. Dus dat was ook nog een ding. Dus het ging echt alle kanten op, zeg maar. Ja. Ja. Zorgde die situatie op school ervoor dat je thuis nog meer tegendraads werd? Of hoe stond dat in balans?
Nou, ik ben er niet zo heel bewust zeg maar echt over na gaan denken toen. Want als kind zijn, dan gaat alles gewoon langs je heen je en je doet maar mee. Wat. Je denkt er niet over na, weet je. Je brein is ook niet zo ontwikkeld dat je dat überhaupt kan. Helemaal niet zelfs, nee joh. Dan ben je 12, 13, ja wat doe je? Je doet gewoon shit, weet je. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat het elkaar heel erg versterkt heeft natuurlijk. Want er was nergens echt een plek behalve mijn eigen kamer als ik die deur dicht deed. Waar ik gewoon chill kon zijn met mezelf, zeg maar. Dus ja, je gaat wel een hele grote muur voor je neerzetten. En alles wat dan naar je hoofd gegooid wordt, dat catch je ook weer bodoem, gewoon terug, snap je? Ja. Dus ik denk dat, ja, dat het zeker elkaar versterkt heeft. Kan niet anders. Laten we even naar een foto van de vrouw die jou op de wereld heeft gezet. Ah. Ja. Met je mama. Wat cute. Lief. Ja, cute hè. Was met heel kerst lief. Was dit met kerst? Ja, was met kerst. Wat voor een moeder was jouw moeder? Heel liefdevol, maar ook heel, heel, heel fel. Zeg maar die felheid in discussies, in dingen kunnen zeggen, heel recht door zee. Dat je soms echt denkt van, oh my god. Oeps, ja. Dat zeg maar, heel gedreven. Weet je, ze werkte 9 tot 5, maar ondertussen ook een eigen bedrijf opzetten in hypnotherapie. Dus wow. Ze deed van alles en nog wat. En hoe zou je jullie band met de tweetjes omschrijven? Ja, gewoon leuk. Dat is net twee kinderen, dat is echt, weet je, dat ging echt van zeg maar tot dansen in de woonkamer, op vakantie gekke dingen doen, weet je wel. Heel actief was ze, dus we gingen van alles en nog wat doen en ja, ik weet niet, we hadden altijd lol, zeg maar. Ja, en discussies waren er eigenlijk niet. Die had ik alleen met mijn stiefvader dan. Ja, ja, ja. Je had echt twee kampen bij ons thuis, zeg maar, toen, ja. Welke herinnering uit jouw jeugd met je moeder krijg je nou echt een soort van hele warme gevoelens van? Ja, veel. Ja, is heel random. Ik heb ook echt maar één video van haar eigenlijk. Want in die tijd had je helemaal niet al die smartphones en dingen. Nu maak je het echt van alles natuurlijk, de foto's en video's. We waren op een camping in Frankrijk. En mijn moeder die was toen in eind 40 of zoiets. Maar ja, ze was best wel sportief en zo, weet je wel. Ze deed altijd van alles en nog wat. En zei ik, mam, kom, spring op mijn rug. Zei ze, wat? Maar ja, gewoon zo een vrouw van bijna tegen de 50 aan. Ik weet niet, is gewoon grappig toch? En toen hebben we de hele middag gewoon op onze rug lopen rennen als een paard en dingen doen en weet ik veel. Dat soort shit, dat maakt mij warm. Ja, dat vind ik gewoon zo leuk. En hoe zo oud was random. Jij? Dan was ik denk ik 14, 15 of zo. Oh, dit is een topbeeld. Ja, snap je? Ja. En dan helemaal als je zeg maar dat als enige video eigenlijk echt hebt, dat je je moeder zo ziet. Ja, gewoon superleuk. Ja. Echt leuk, ja. In welke dingen zie je je moeder terug in jezelf? Dat je denkt, oh, hierin lijk ik echt heel erg op mijn ma. Ja, toch wel dat recht door zee is echt wel dat ik denk van, jezus, af en toe moet ik dat even aan de kant zetten, zeg maar. Mag minder, Nosli, mag minder. Ja, dat heb ik echt moeten leren, hoor. Ik denk ook juist, zeg maar, als je kijkt naar dat hele verleden met het pesten en bij de politie, zeg maar, je mannetje kunnen staan bij al die mannen. Mm-hmm. Thuis, weet je, er zit zoveel in, zeg maar, wat jou zo'n soort van vuur geeft van als iemand nu iets zegt, dan weet ik precies wat ik moet zeggen, woep, weet je, en je gaat er gelijk in. Ja. Terwijl het soms wel even een paar tonen lager mag en dan pas verder kan. En aan de andere kant ook wel te veel geven om dingen of zo, vooral de mensen om je heen die niet per se geven om jou. Ja, dat heeft mijn moeder ook echt wel gedaan, want dan was het zelfs de schoenen voor zichzelf kopen, dat was too much, zeg maar. Ja, ja, sorry. Ja. Ja, nee, je probeert er zeg maar mee om te kunnen gaan, weet je wel. Dan vind ik het zo stom af en toe dat dit dan nog gebeurt, maar goed. Nee, maar dat is logisch. Je hebt herinneringen aan je moeder. Je hebt hele fijne, je ziet veel van jezelf, zeg maar. Je omschrijft je moeder en ik denk alleen maar, meid, volgens mij ben je heel veel van jezelf aan het omschrijven. Ja. Ja, ik heb dat echt moeten leren dit jaar, zeg maar. Dat ik ook gewoon zeg maar mezelf op één mag zetten. Ja. Hoe heb je dat geleerd? Wie heeft je daarbij geholpen? Een therapeut. Goed, ja. Dat je daarmee aan de slag bent gegaan. Ja, maar je moet ook wel, want het is echt, zeg maar, gewoon nowadays is het een soort van zwakte bijna of zo. Als je dan, nou ja, dit zeg maar überhaupt ziet en mensen denken van, oh my god. Maar goed, het wordt toch ergens wel als een zwakte gezien of zo. En ik had zoiets van, ja, mijn moeder was hypnotherapeut. Dus je vertelde natuurlijk ook wel de verhalen over van alles en nog wat. En toen dacht ik van, wat ben ik nou aan het zeuren? Waarom zou ik niet naar therapie gaan? Ja. Waar heb ik het over, weet je?
En ik hoef het geen plek te geven. Ik wil het geen plek geven. Nee. Maar zolang ik maar wel gewoon op een gegeven moment gewoon erover kan praten zonder per se helemaal in tranen te zitten. Maar daar ben ik nog niet. Nee. Heb je dat vanaf het begin af aan al een soort van zo aan kunnen pakken? Of is dat iets wat ook het afgelopen... Oh nee, helemaal niet. Laat dat vooral duidelijk zijn. Ik was echt... Want mijn moeder overleed was in het laatste jaar dat ik bij de politie werkte ook. Dus dat was helemaal vreselijk. En als je in zo'n soort van... Nou ja, toxic environment zit bij de politie... Dan is het niet van nou, neem even lekker de tijd om daar wat mee te gaan doen. Hmm. Het is, je bent gewoon de volwassen persoon. Je bent nodig. Go and do your job. Doe iets, weet je wel. In plaats van dat je überhaupt in therapie zou gaan. Of er wordt gewoon helemaal vergeten dat je überhaupt 22 bent. Dus dat was wel heftig, zeg maar. Hmm. Ja. We gaan het even hebben over je politiewerk. Ja. Even terug naar vroeger. Je was 17, je had een droom. Jij gaat bij de politie. Yup. En daar is ze. Ook echt nog dat oude uniform. Oh my goodness. Ja, het is zelfs zo oud dat ik echt dacht, wacht, is het niet gewoon een kostuum wat je aan hebt? Ik ga stikken. Van, nee, oh ja, dit was echt het... Dit was echt, ja, voor de eerste 3 jaar of zo dat ik bij de politie zat. 3,5 jaar. Ja. Ik had ook 3 strepen op mijn schouders, dan was ik net afgestudeerd. Was je trots op het zijn van politieagent? Ja. Ja, ik weet niet. Dat is echt een soort van life goal of zo voor mij. Van dit wordt het gewoon. En mijn moeder zei altijd van, oh Nas, wil je niet kijken naar wat anders? Want die zag alleen maar van, oh mijn god, die wordt neergestoken of zo. Ja, die zag de ellende. Ja. Ja, en dat snap ik wel. Wat is nou het meest indrukwekkende wat je hebt meegemaakt in jouw loopbaan als agent? Vooral de zorg die erin zat, zeg maar. Vaak zien mensen toch van, oh, politieagent, boetes. That is it. That's what you do. Maar ik schreef bijna nooit boetes. Het ging altijd eerst in een gesprek. En als je echt vervelend was, dan misschien. Of als het echt heel gevaarlijk was, dan of mijn baas stond ernaast. Dan ja, dan moet je. Dat is heel simpel, weet je. Ja. Maar over het algemeen is politieagent zijn was voor mij echt een zorg dragen voor het land of zo. Voor de mensen die je om je heen hebt. Ja, en daar zaten toch wel bijvoorbeeld reanimaties in. Letterlijk dat iemand een hartstilstand heeft, bij de tandarts op de grond flikkert en binnen 3 minuten staat hij op omdat ik hem gereanimeerd heb. Ja. Dat soort dingen, dat is dan denk ik echt van... Weet je, dat, dat is bizar. Zo vet. Dat is zo vet. Of kinderen uit een... Dat is dan minder leuk natuurlijk, maar je hebt toch het idee dat je er voor ze bent van uit een huiselijk geweldsituatie halen. Dat die vader alles helemaal de rambam in had geslagen. En dat jij ze eruit haalt en daarmee kan helpen en weer verder mee kan. Vader aangehouden, dat soort dingen. Dan denk ik, ja man, that's life. Ik vind het gewoon heel cool om er dan voor iemand te zijn, zeg maar. En dat jij dan een soort van pilaar bent die rustig blijft en het kan oplossen. Niet altijd natuurlijk, want laten we eerlijk zijn, de straffen in Nederland zijn ontzettend laag. Maar goed, je bent toch een oplossing op dat moment. Of ja. En het gaat echt om leven en dood. Als ik er nu over praat, denk ik ook van, ik wil weer terug. Ja. Denk je, dat moet ik doen. Op een gegeven moment ben jij een carrière switch doorgaan. Yep. Je werd op straat gescout. Laten we eventjes kijken naar dat moment. Ja, klopt. Stond je gewoon. Maar het grappige was, ik zag hem en hij deed toen Instagram. Toen dacht ik, oh leuk, even foto maken, weet je wel, ook al was ik aan het werk. En toen later heb ik die foto naar hem toegestuurd van bedankt voor je tijd. Weet je eigenlijk wat mensen nu bij mij doen? Dat klinkt zo raar. En toen zei hij van, nou toen begon eigenlijk het gesprek van, zou je geen social media willen doen en zo. En toen was het echt niks in Nederland, hè, social media. Dat was gewoon van, ja, wat is dat nou voor iets onzinnigs. Hoe was die periode van die switch maken? Want dat is best wel een ding als je op een gegeven moment, je gaat beslissen, ik ga me in ieder geval omscholen tot personal trainer. Yeah. Dan ga je ook nog een soort van meer modellenwerk doen, fitnessmodel worden, al die dingen. Dat is best heftig om al die switches te maken. Hoe was dat? Nou, ik deed op een gegeven moment alles door elkaar. Dus ik heb eerst een jaartje gewoon op een kantoor gewerkt. Want ik moest toch mijn rekeningen kunnen betalen. Dat is heel simpel. Absoluut. Ondertussen had ik dus mijn personal trainingsdiploma gehaald. Ik deed al heel veel met fitness, ook voor mezelf. Modellenleven had ik nog steeds. Dus alles ging door elkaar heen, zeg maar. Maar het had toch één ding. Ik had altijd foto's. Ik had altijd content. En content bestond toen nog helemaal niet. En ik ben dat gewoon gaan delen. En dat is echt ontploft op een gegeven moment. Hoe was dat moment? Zo raar. Joh, ik had mijn meldingen nog aanstaan op mijn telefoon en zeg ding. Oh, weet je, echt nee. Die telefoon ontploft. Oh, ja, dat is echt vreselijk. Ja, maar ja, kan het was natuurlijk superleuk. En dat was toen omdat ik een foto had gepost op Instagram in mijn uniform.
En ik dacht, ja, waarom niet? Ik heb die foto toch. Ik zit niet meer bij de politie, geheimhouding bestaat niet meer. Hoeft niet. Nee, gooi het dus dan kan ik het online zetten. En dat is echt de hele wereld overgegaan. Nou, ik ben natuurlijk half Mexicaans, dus in Mexico werd opgepakt. Puerto Rico was ik op de tv te zien, weet je. Ja. Want politieagent was geswitcht naar fitnessmodel. En dat was een heel ding. Ja, dat was echt world upside down, zeg maar. Ja. Dacht ik, what the fuck is happening? De wereld ging ineens, volgens mij, een hele andere wereld ging voor je open. Ja. Wat is nou het allertofste wat je hebt meegemaakt door dat social media leventje? Oef. Nou, vrijheid in het algemeen, dat is één ding. Weet je, bij de politie, je moet toch een jaar van tevoren aangeven wanneer je een keer op vakantie wil. Ik werkte altijd, echt altijd, en van mijn 17e tot aan 23. Ja, dat is precies de periode dat je eigenlijk aan het opgroeien bent als tienerachtige volwassene iets. Dus ik miste alle feestjes, ik miste oud en nieuw, ik miste kerst, ik miste Valentijn. Dan kon ik letterlijk mijn sushi niet opeten omdat ik moest werken en net te laat was. Weet je, dat soort dingen. Ja, echt zo stom. En die vrijheid voor je eigen leven, die heb je nu? Ja, nu wel. Ik kan alles doen. Echt alles. Als ik nu naar het buitenland wil, koop ik een ticket en ik ben weg. Ja. Iemand moet op mijn katten passen, maar that's it, snap je? Er zijn een paar verantwoordelijkheden, maar verder. Ja, maar dat is gewoon zo dope, weet je. Je bent je eigen baas, je kan kiezen waar je heen wil. Ten eerste, niemand gaat jou zeggen van doe dit, doe dat, weet je. Nee, het is andersom. Ja. Weet je, en dat is freedom gewoon voor mij. Kunnen doen wat je wil met de mensen waarvan je houdt. Ja. We gaan een kleiner stapje terug in de tijd, namelijk naar vorig jaar. Oh. En daar hoort deze bij. Ja, klopt. Op de onderarm. Deze tattoo heb je onlangs gezet. Klopt. Waarom? We hadden het natuurlijk eerder al over mental health en zo. En ik heb best wel veel struggles gehad. En daar ben ik ook heel open over op social media. Mm. Maar tijdens die hele coronatijd heb ik op een of andere manier paniekaanvallen ontwikkeld. En ik weet mijn god niet waar het vandaan komt. Ja. Heel raar. Maar ik denk dat iedereen er wel iets aan over heeft gehouden ook. Want ja, heel je leven wordt natuurlijk omgegooid. En ik heb mezelf daar gewoon uitgewerkt. En ik was daar zo blij mee, zeg maar. Gewoon dat ik dacht van ja man, ah, dit is, weet je wel. Gewoon, ook al is het mental therapeut, maar het is gewoon over. Mm-hmm. En toen dacht ik van ja, ik wil gewoon een soort van herinnering daaraan hebben. Omdat zo'n vlindertje in een kokonnetje zit eerst, toch? Dus een heel grauw, klein beestje. En dan, als het eruit komt, heeft het mooie blauwe vleugels, gele vleugels, whatever. En dan leeft het weer, zeg maar. En daar staat het voor. Mooi man. Thanks. We gaan even naar het nu. Ja. Want je bent met best wel wat toffe dingen bezig. Je werkt veel samen met je vriend ook. Alleen maar. Alleen dag maar. In dag uit. Eigenlijk zijn jullie een soort van, jullie hebben een relatie, maar zakenpartners. Ja. Jullie gaan ook een fitness en health app op de markt brengen. En hebben dit mogen we daarvan laten zien. Ja man. Wat kunnen we hiervan gaan verwachten? Wat is dit? Nou, eigenlijk is het alles wat ik de afgelopen 5 jaar op social media gezet heb. En mijn hele goal is altijd geweest om mensen te helpen. Of het nou is met mental health, met workouts, met voeding. Mm. Alleen ik zag altijd dat allemaal apart. Dus er was een app voor mental health, er was een app voor workouts, er was een app voor fitness. Voor voeding. Mm. En dat was nooit gecombineerd. En toen had ik zoiets van, let's go, snap je? Dus ja, dat launched binnen een paar weken. En ik kan echt niet wachten, man. Dit is alles wat ik eigenlijk nodig had toen ik net met fitness begon. Ja. En dat heb jij gemaakt voor anderen? Ja. Het nieuwe jaar is net begonnen. Mm-hmm. Wat zijn jouw goede voornemens? Goede voornemens. Ik vind dat zo vreselijk, weet je dat? Heel eerlijk. Want het zijn altijd van die regeltjes die je voor jezelf neerzet. En je gaat je er eigenlijk toch niet aan houden. Dus het is meer van mij, zeg maar, voor dit jaar. Ik ben al 5 jaar bezig met social media. En ik wil dit jaar echt mijn eigen platform, dus echt eigen baas, nog meer worden eigenlijk. Ja. En voor mezelf kunnen werken in alles wat ik doe. Dus ik wil niet meer afhankelijk zijn van de sponsordealtjes en dingen. Ik wil echt een platform neerzetten wat mensen gaat helpen. Waar ik zelf heel veel aan heb. En wat ons toch een soort van andere vrijheid gaat bieden dan alleen maar met andere mensen werken. Ja. Ja. Vet. Dus dat is het vooral. Dus gewoon lekker doorgaan en je eigen dingen neerzetten als ondernemer. I like it. En ik zie het ook wel gebeuren. Je bent heel lekker bezig. Thanks. Voor alle mensen die dit nieuwe jaar ingaan met inderdaad die smoesjes. Ik begin weer een nieuw dieet. Ik doe weer dit en al die dingen. Als we een houvast willen hebben, je app. Hoe gaat die heten? Ja, dat ga ik lekker nog niet zeggen. Oeh, dat is het enige wat ik nog niet ga zeggen. Nee. Helemaal goed. Dan moeten we gewoon jouw socials in de gaten houden. Ja, zeker weten. Een paar weekjes. Ik wil jou bedanken voordat je met mij wilde flashbacken. Thanks, we hebben man. Heel ik veel meegemaakt. We hebben heel veel gesproken. Ik ben heel erg benieuwd naar je app. En ik hoop dat de mensen thuis ook hebben genoten. Dus, vond je dit nou een leuke flashback? Doe dan een duimpje omhoog.
En ik hoop jullie gewoon weer bij de volgende te zien. Later!